geef eigenlijk geen cijfers, maar als ik een cijfer zou kunnen geven, zou die een 10 krijgen. Hey guys, het is tijd voor een nieuw proefwerk, want jullie vonden de vorige heel erg leuk en dat waardeerde ik enorm. En zoals ik al zei, ik had nog veel meer leuke spulletjes gekocht om te gaan proeven. Mocht je niet weten wat het is, ik ga in het proefwerk elke keer 2 dingen uit de supermarkt proeven die ik nog nooit heb gezien, waar ik heel erg benieuwd naar ben, waarvan ik denk van, dit smaakt vast heel raar. Dus het draait volledig om onbekend, raar voedsel. Vandaag heb ik in de aanbieding ijsmacarons. Dit is van Jumbo eigen merk. Er zijn smaken aardbei, mango en karamel. En het zijn dus macarons met in het midden ijs in plaats van crème ertussen. Nou ben ik toevallig een vrij grote macaronliefhebber. En daarmee bedoel ik echt crazy macaronliefhebber. Dus ik dacht, als ik dit niet ga proberen, dan ben ik echt helemaal gek. Het andere wat ik vandaag ga proberen is ook een beetje gek. Dat is namelijk vegetarische filet américain. Ik ben al vegetariër sinds dat ik 9 ben. Ik heb geen idee hoe filet américain smaakt. Maar ik heb dit nooit durven proberen, omdat ik dacht, ja, dit gaat... Ik dacht gewoon altijd dat het heel vies zou zijn. Maar nu heb ik een videoreeks die over proeven gaat. Dus nu moet ik eigenlijk wel. Maar we gaan beginnen met de ijsmacarons, want het woordje ijs zegt het al. Dit gaat smelten als ik ga wachten. Dus ik ga hem openmaken. En hoe doen we dat? Oh, het is echt zo'n macarondoosje zoals je, als je ze hebt in de winkel. Het ziet er zo lekker uit. Look at this, guys. Welke smaak zal ik doen? Ik denk dat ik mango het allerlekkerste vind. Dus ik denk dat ik ook een mango ga proberen. Het is eigenlijk gewoon een macaronkoekje met ijs in het midden. Vrij simpel, maar het lijkt me wel het proberen waard. Oké, let's go. Wauw. Dit is echt freaking fantastisch. Oké, dus het macaronkoekje. Het is niet zo knapperig zoals het is bij een echte macaron. Is niet erg, want dat kan ook bijna niet als je het zo lang moet kunnen bewaren. En in de vriezer en zo. Maar in combinatie met dat ijs in het midden, het is echt belachelijk lekker. Side note, ik neem dit op om ongeveer 12 uur 's middags. Ik heb eigenlijk nog niet echt ontbeten. Ik heb alleen een paar stukjes ananas op, dus dit is mijn ontbijt. Beste ontbijt ever. Oké, nog een hapje. En de mango smaak is ook super goed. Het is echt gewoon heel lekker. Ik ga deze helemaal opeten. Sorry jongens. Oké, ik ga deze naar beneden brengen en weer in de vriezer doen. Anders smelten ze allemaal compleet en dat wil ik niet, want ik vind ze erg lekker. Ik geef eigenlijk geen cijfers, maar als ik een cijfer zou kunnen geven, zou die een 10 krijgen. Ik zweer het, ren naar de Jumbo en haal dit. Jumbo, dankjewel voor het in het leven brengen van deze dingen. Yes, top. En dan nu. Oké, hier ben ik dus een beetje bang voor. Ik weet niet precies waarom, want ik weet gewoon dat heel veel mensen dit eten. Misschien gewoon door het feit dat ik het ietsje te veel vindt lijken op vlees. Het is van het merk Vivera. Het is vega Amerikaanse... Nee. Het is vega filet Amerikaan. Oh. Oh. Het feit dat filet Amerikaan, als ik het goed heb, volgens mij is dat rauw vlees. Als je het gewoon echt van vlees eet. En dat idee maakt me gewoon een beetje bang. Ook al weet ik dat heel veel mensen het lekker vinden. Ik bedoel, bij mij thuis eten ze dit allemaal super graag. En als ik kijk naar de ingrediënten, dan is het eigenlijk water, raapolie, soja-eiwit, tomatenketchup, suiker, zout, blauwe bosbes, een heleboel kruiden. Er kan niks mis mee zijn in feite. Oh, ruikt wel lekker moet ik zeggen. Oh god, straks ga ik hier nog van houden ook. Dit ga ik natuurlijk niet los eten, dat lijkt me niet lekker. Dus ik heb een cracker. En ik ga de cracker besmeren met filet américain. Het is ook zo'n rare kleur ook gewoon. Ik denk dat het gewoon een beetje tomatig smaakt en kruidig. Oké, ik krijg er warm van. Ik heb nog niet helemaal goed geproefd. Ik ga het toch een beetje gewoon van mijn cracker aflikken, denk ik. Want anders dan proef ik alleen maar cracker. Oké, dus het smaakt heel kruidig en tomaatachtig. Ik vind het ook een beetje smaken als wat er in vegetarische kroketten zit. Die vulling smaakt het een beetje naar. Ik vind het ook een beetje smaken naar als je een slaatje hebt, een vegetarisch slaatje. Dan zit daar vaak een soort van mayonaise in met augurkjes en dingetjes en ei. Als je dat allemaal samenvoegt, daar vind ik het ook naar smaken. Conclusie, ik vind het eigenlijk best wel lekker. Ik vind het zelfs eigenlijk best wel pittig lekker gewoon. Oké, nog één hapje en dan ga ik even een oordeel doen. Oké, de vegetarische filet américain. Ik was er bang voor. Omdat ik dacht, misschien smaakt het wel heel erg naar vlees en ik weet niet of ik dat lekker vind, bladibla. Maar eindstand, het is echt heel lekker. Ik denk zelfs dat dit mijn favoriete nieuwe broodbeleg gaat worden. Nee, ik kan het niet vergelijken met iets. Ik weet het niet. Je moet het gewoon proberen. Maar en ik denk als ik dit lekker vind en heb geproefd, dat ik dan ook maar een keertje aan de vegetarische tonijnsalade moet. Die bestaat namelijk ook, maar dat durf ik al helemaal niet te proberen, want dat smaakt naar vis. En ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon een eng idee. Maar als jij wil dat ik vegetarische tonijnsalade ga proberen de volgende keer, moet je het even laten weten. Dat was echt een meevaller. Vorige keer had ik alleen maar een beetje viezige dingen. Nou ja, niet echt viezig, maar ik was er gewoon niet zo enthousiast over. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar een nieuwe proefwerk. En dan stuur ik jullie heel veel digitale hartjes. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!